Kijk nou eens, wat een gezellig pannetje. En dit zorgt ervoor dat de rijst niet overloopt. Want die rijst die ga ik zo meteen in een stoof verwerken. Een heerlijke stoof met heel veel groenten. Rode linzen, een van mijn lievelings. Lekker romig door de kokosmelk, veel currypoeder. En uiteindelijk ook een topping van krokante shallotjes. Laten we beginnen. We gaan een heerlijke linzenstoof met rijst maken. En daar heb je voor nodig rijst, een groentebouillonblokje, kruidige Indiase curry madras, gedroogde rode linzen, pompoenblokjes, romige kokosmelk, shallotjes en ertjes met wortelen. Vandaag rijst koken dus. En dat doen we in deze superleuke pan. Want die rijst ga ik niet op een normale manier koken. Die ga ik namelijk in bouillon koken. Ik neem de rijst even mee. Die spoel ik af onder de kraan in een zeef. Heb je ongeveer 300 gram nodig voor 4 personen. Nou, dit doe ik natuurlijk even een beetje uit de losse pols. Gewoon een klein beetje overhouden in het pak. En dan spoel ik de rijst goed helder. Als het water onderin helder is, dan weet je dat hij goed is afgespoeld. Dan krijg je een mooie droge korrel, want dan is dat zetmeel weg. En hij is meteen ook mooi schoon. Zo. En dan gaan we naar het leuke pannetje toe. Deze pan, die zet ik op een hoog vuur. Daar gaat dan de rijst bij met 450 milliliter water. En dit gekke dekseltje zorgt ervoor dat de rijst niet overkookt. Vandaag ga ik de rijst dus niet in helemaal ruim kokend water koken, maar ik ga hem droog koken in bouillon. Dus de rijst kan erin. Dan een groentebouillonblokje. Die verkruimel ik erboven. En moet je wel even opletten, zodra het water kookt, zet je hem naar een lager pitje. En dan kook je hem eigenlijk gaar, totdat hij mooi droog gekookt is. Zo. Dan laat ik even de deksel van de pan af, zodat ik echt goed zie dat hij gaat koken. Goed, deze staat klaar. Dan verder met de heerlijke linzenstoof. Ik heb hier een hele grote pan. En daar ga ik de kruiden in bakken. Vandaag curry madras kruiden, specerijen. Dat doe ik met zonnebloemolie. Die specerijen die bak ik wel altijd even los, zodat ze weer tot leven komen. Dat zijn deze. 2 eetlepels Indiase kruiden. Vernoemd naar de stad Madras in Zuid-India. Die overigens nu weer anders heet, Chennai geloof ik. Moet je kijken wat een hoop specerijen hierin zitten. Het is namelijk een enorm specerijenmengsel. Ik ga je even laten zien hoe die specerijen eruit zien. Daarbij weet ik het ook niet uit mijn hoofd, dus kom even mee. Kijk, er zit namelijk een heleboel in en dat gaat zo meteen dus ook lekker in die linzenstoof zitten. Ik heb hier kurkuma. Die gaat er natuurlijk voor zorgen dat hij mooi geel wordt. Mosterdzaad, venkelzaad, een van mijn favorieten. Ik heb hier komijn, korianderzaad, pimentbolletjes, kruidnagel en deze verse die ken je wel. Een uitje, knoflook, chilipeper, gember en peterselie. En dat zit allemaal in dat potje. En dus straks ook lekker in die stoof. Dan bak ik die specerijen los. Dat is ook precies wat ik zo leuk vind aan de Indiase keuken. Die kun je dus heel makkelijk vegetarisch maken. Er zit zoveel smaak aan dat je de smaak van vis of vlees eigenlijk helemaal niet mist. En die linzen die ik hier zo meteen in ga bakken, die geven toch een beetje een soort vleesige structuur. Dol op. Nou, als het goed is, als je dit thuis maakt, ga je het nu ongeveer ruiken. Door de hitte van de olie komen die specerijen vrij. De geuren en de smaken. Als die even aangebakken is, voeg ik de rode linzen toe. Ook weer echt top voor de doordeweekse maaltijd, want die zijn toch een potje snel klaar. Als je echt de groene linzen gebruikt, die hebben echt wel wat langer nodig. Ongeveer 3 kwartier. En deze heb je eigenlijk zo gaar. Nou, als je die zelf echt makkelijk wilt maken, kun je natuurlijk ook linzen uit blik gebruiken. Maar die vind ik zelf iets minder lekker, hebben een andere smaak ook. Die rode linzen hebben een beetje een zoete, nootachtige smaak. Ze geven ook een mooie kleur meteen. Kijk, het water kookt. Dus nu zet ik hem eventjes met ons dekseltje op een klein pitje. Hoppatee. En nou mag hij droog koken. Linzen even aanbakken. Dan gaan daar pompoenblokjes bij. Deze zijn al gesneden. Ook even meebakken.
En helemaal in deze tijd van het jaar overal weer pompoenen te zien. Ik was laatst op een pompoenboerderij bij een pompoenteler. Echt te gek om te zien hoor. Zo'n veld helemaal vol met allemaal van die kleine oranje bolletjes. Had ik nog nooit gezien. Maar goed, we gaan het weer veel eten deze komende periode. Dan blus ik deze af met kokosmelk. Even goed schudden dat blikje. Kijk, daar komt de romigheid van dit gerecht. Oeh, lekker. Ik wil nog een klein beetje extra vocht toevoegen. Dus ik vul dit blikje half met water. Dat gaat er ook nog bij. Dan kan je nog even een beetje zo draaien, dat alle restjes er ook uitgaan. Die gaat er ook bij. En dan breng je dit aan de kook. En dan laat je hem lekker stoven. En weet je wat ook lekker is in de winter? Kaasfondue. I love it. Eén van mijn lievelingsdingen. Ik ben naar een boerderij in Haaften geweest. Daar heb ik en kaas leren maken en kaasfondue gemaakt. Kijk maar mee. Hallo, ik ben Roberta. Hoi, ik ben Kirsten. En dit is? Dit is Lientje. Heb je geen Bertha? Nee, we hebben helaas geen Bertha. Nee, ik ben er. Ja. Nou, welkom in de kaasmakerij. Via deze rode leiding komt de melk in de grote tobbe terecht. Hier gaat de verse melk. Ja, de verse melk komt hierin. En dan doen we zuurstof toevoegen. We hebben 29 graden het stremsel. Uiteindelijk wordt er een rommel. Dat is dit. Dat is wat je hier nu ziet. Oh ja. Nou, hoe maak je nou kaas? We gaan met deze kaas net gaan we de rommel eruit halen. Zo, dat is zwaar. En dan mag je hem doordraaien. Zo. En dan mag hij even uitlekken. Nou, de kazen die je hier ziet, die zijn een dag oud. En die gaan 3 dagen in het pekelbad. En daarna gaan we een coatinglaagje aanbrengen. Je mag hem gewoon helemaal lekker ronddraaien. Gaan hem terugleggen op de plank. En dan kan hij rusten en dan kan hij rustig verder rijpen. Helemaal goed. Dan kan hij rijpen. Slaat lekker. En hier liggen de jongens dan te rijpen. Kan een maand zijn, kan een paar jaar zijn. Maar ik kwam hier natuurlijk voor de kaasfondue. Dus dat ga ik nu lekker maken. Vandaag dus een heerlijke kaasfondue. En de classic kaasfondue die wordt natuurlijk meestal met Gruyère of met Emmentaler gemaakt. Of met beide. Je kunt natuurlijk ook variëren met kazen. Wat lekker is, is een beetje geitenkaas of wat belegen kaas. Waar ik zelf echt dol op ben, is blauwschimmelkaas. Dat geeft het lekker wat pit. Ja, en de meeste mensen maken natuurlijk kaasfondue met witte wijn. Dat is natuurlijk de classic variant. Maar varieer daar ook eens een keer mee. Doe dat lekker met bier. Als je geen alcohol in je kaasfondue wil, kun je dat ook met appelsap doen. Of met melk en slagroom. En vandaag ga ik met groentebouillon aan de gang. Begin even met het raspen van de kazen. Je hebt ongeveer 600 gram kaas nodig en 300 milliliter vocht. Dan heb ik hier een gehalveerd teentje knoflook. En daar smeer ik de pan mee in. Groentebouillon. 300 milliliter dus. En dan breng ik het tegen de kook aan. Als je nou merkt dat het vocht de kaas niet helemaal goed opneemt. Kijk, krijg je dit. Dan kun je een papje maken met wat maïzena en wat water. En dan doe je beetje voor beetje wat maïzena bij de kaasfondue totdat die goed is opgenomen. Dan zal je zien dat die kaas vanzelf gaat smelten. Kijk, hij is mooi egaal geworden. Oeh, even nog de kaas opmaken. En dan ga ik hem op smaak brengen. Goed oppassen dat er geen pitjes in komen. Dan is het tijd om te dippen. En je kan dippen met alles. Je kan het zo gek niet bedenken, want alles is lekker met kaas. Onder andere gehaktballetjes, tomaatjes, lekker rauwe groenten, tortillaschips, ook heel lekker. Uiteraard natuurlijk gewoon brood, rauwe groenten, gestoomde broccoli, eigenlijk alles wat je maar lekker vindt. Say cheese! Het was ook zo leuk om die kaas zelf een keer te maken. Had ik nog nooit gedaan. Terug naar ons gerecht van vandaag, want ik had het al verteld, we gaan vandaag zelf uitjes bakken. Dus niks, geen bakje opentrekken en gefruite uitjes eroverheen. We gaan ze zelf bakken. En daarvoor snij ik de shallotjes in halve ringen. En het leuke is, ik heb dit geleerd van mijn neef. Mijn neef Masoud is opgegroeid in Pakistan. Want ik heb een broer en die heeft een tijdje
een relatie gehad met een Pakistaanse vrouw. Daar is mijn neef Masoud uit ontstaan. En ik was zelf pas 7 toen hij geboren werd. Dus ik werd al heel jong tante. Maar deze jongen die kwam een keer bij mij in Amsterdam. En toen ging hij mij leren koken. Tenminste Pakistaans leren koken. Want dat kan hij dus heel goed. En toen heeft hij mij voor mij dal gemaakt. Dat is een soort soep van rode linzen. Of het is eigenlijk een stoof tussen stoof en soep in. En daarbij maakte hij dus deze gefruite uitjes. Dus ik dacht meteen, dit ga ik jullie ook laten zien. Want het is namelijk zo lekker om het zelf te maken. En heel makkelijk. Het enige wat je nodig hebt zijn wat uien of shallotjes. Een pan, olie en een schuimspaan. Goed, de uien. Snij je in dunne ringen. En dit heb ik gewoon gedaan zonder tranen, hè? Moet je kijken. Goed, hier heb ik een pan. Daar gaat flink wat olie in. Echt wel een eetlepel of 3, 50 milliliter ongeveer heb je nodig. Zonnebloemolie, want die moet goed heet kunnen worden. Dus bedek die bodem maar echt met olie. Het is een beetje tussen bakken en frituren in wat ik ga doen. Dan laat je die olie goed heet worden. Ik roer even een keertje door de stoof heen. Kijk, die begint al heel mooi in te dikken. Lekker man. Wow, daar komt echt een potje specerijengeur op me af. Heerlijk. En die linzen die beginnen al mooi zacht te worden. De pompoen ook, dus dat gaat helemaal top. De rijst zet ik uit. Die is ook klaar. Even testen of de olie goed heet is. Heel makkelijk doe je gewoon met een huiringetje. Hij sist, hè? We kunnen verder. Deze gaan er allemaal in. Hou even een schuimspaan bij de hand. Want je moet ze wel af en toe even omscheppen. En het duurt echt wel eventjes. 5 minuutjes ongeveer. Afhankelijk van hoeveel uien je hebt natuurlijk en hoe heet je olie is geworden. Maar je wil ze echt bruin en krokant hebben. Zo. Oké, ik vind dit dus heel lekker ruiken. Maar ik kan me voorstellen als je niet zo van uien houdt, dat je dan wel kan denken, het is heel aanwezig. Zet anders je afzuiger even goed hoog, je raam open en dan komt het allemaal goed. Dan laat ik deze even met rust. Voeg ik aan de stoof ertjes en worteltjes toe. Die ertjes en worteltjes die moeten natuurlijk nog even meegaren. Dat zijn diepvriesertjes en diepvriesdopertjes. Dus hoef je alleen even mee te verwarmen. Komt er meteen heel veel kleur in het gerecht. Echt waar hoor. Wie dit saai vindt, die denkt dat vegetarisch koken saai is, die heeft het helemaal mis. Want dit is toch een potje lekker. Zo mis je toch helemaal niks. Het vuur mag ietsje zachter. Ik hoef het alleen maar mee te verwarmen. Laat de deksel nu ook even van de pan af, want ik wil zien wat er gebeurt. Uitjes moeten nog even knapperig bakken. En wat ik even als tip erbij wil geven, wat ik zelf graag bij India's eten maak, is raita. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is een yoghurtsaus waar vaak komkommer of blokjes tomaat doorheen gaan en wat kruiden. En dat frist meteen alles op. Het is altijd heel lekker om zo'n dot koude yoghurt met kruiden toe te voegen aan zo'n warm gerecht. Koud en warm is altijd een goede combinatie in eten. Dus dat wil ik jullie toch even laten zien. Ik heb hier een klein bakje yoghurt en 1 komkommer. En qua kruiden voeg ik vandaag wat munt toe. Maar je kunt natuurlijk ook peterselie doen of koriander als je daarvan houdt. Allemaal lekker. Gewoon verse kruiden, altijd prima. Blaadjes van de takjes. Zo. Snij ik deze mooi fijn. Die mooie flinterdunne reepjes. Dan kan dit in een kom. Een paar blokjes komkommer erbij. Deze komkommer die is al gewassen.
kleurblokjes bij de munt. En dan Griekse romige yoghurt. En klaar ben je. Dus mocht je het in huis hebben, of mocht je geen komkommer hebben, maar wel tomaat, ook super lekker, voeg het toe. Nou, hoppatee. Klaar. Klein bakje voor erbij zo meteen. Ik denk dat je hier blij van gaat worden. Hoe gaat het met de uien? Kijk dan, die uitjes zijn echt bijna klaar. Geef mij mooi even de tijd om te vertellen wat ik morgen ga doen. Morgen wordt het pasta. Jee. Lekkere pasta met tonijnstukken in olijfolie. Ik ga van die tonijnstukken in olijfolie een heerlijke saus maken met crème fraîche en bieslook. We gaan paprika stoven, daar wordt hij heel lekker zoet van. En ik ga snijbonen meekoken met de pasta. Dat doen ze heus niet in Italië, maar ik ga dat wel doen. En ondertussen hebben wij fantastische gebakken uitjes. Schep ze gauw eruit op een bord met keukenpapier. Kunnen ze namelijk nog een beetje afkoelen. En door het afkoelen, dan komt de crunch. Wedden dat je dit nooit meer anders gaat doen. Dus mos, als je inmiddels al een beetje Nederlands spreekt en dit ziet, dank je wel. Volgens mij zijn we er. Uitjes zijn klaar, de raita staat klaar. Ik proef nog even de stoof om te kijken of die nog wat nodig heeft. Dit is natuurlijk het moment om nog wat peper en zout toe te voegen. Super lekker, maar inderdaad een beetje peper en zout. Dat is lekker. Ja hoor, het vuur kan uit. Dus even een spannend moment. Is het gelukt met de rijst? Dit zal heel heet zijn. Ja hoor. Geurige rijst. Droog gekookt in kruidige bouillon. Even met de vork erdoor, dan wordt hij weer een beetje fluffy. Yes, ik pak er een lepel bij. En dan gaan we scheppen. Rijst onderin. Daarbovenop de linzenstoof. En Massoud's crunchy uitjes. Oh, lekker, lekker. Raita erbij. Volgens mij zijn we er. Dit ziet er lekker uit. Heerlijke, kruidige, fluffy rijst gekookt in bouillon. Een linzenstoof met veel groente, romigheid door de kokosmelk en die curry matras kruiden. En natuurlijk als topping de uitjes van Massoud. Fijne avond allemaal. Eet smakelijk!